Een foto zegt soms meer dan 1000 woorden. Toch missen een hoop ouderen tegenwoordig foto's van hun kinderen of kleinkinderen omdat er niet meer zoveel ingeplakt wordt. In Utrecht is een proef gestart met het slimme digitale fotolijstje. Hiermee worden opa's en oma's betrokken bij het delen van foto's. En dat nodigt uit tot een goed gesprek. Het idee komt uit de tijd dat ik nog bij het NO werkte. Toen heb ik heel veel onderzoek gedaan naar sociale netwerken van ouderen. En toen bleek dat ouderen eenzaam waren, maar ook niet zo eenzaam dat ze per se het nodig vonden dat alle kinderen alsmaar langskwamen. Maar ze zeiden wel, het zou het wel fijn vinden als ik het gevoel heb dat ze er zijn. En toen heb ik met die ouderen wat co-creatiesessies gedaan. En toen kwam dit idee eruit. Zij vonden dit eigenlijk het allerbeste idee om ervoor te zorgen dat ze wel verbonden zijn, op de hoogte zijn van de kinderen, maar niet het gevoel hebben dat ze hun moeten belasten om ze te vragen alsmaar op bezoek te komen. Het project is vooral heel snel gegaan toen we van Rabobank het samenspel hebben meegedaan. Daar wonnen we de 3e prijs. En toen konden we een prototype bouwen en nu zijn we met dat prototype aan het onderzoeken. En we merken dus dat heel goed gaat. We hebben nog wel extra deelnemers nodig op het moment. En het leuke is, die mensen die kunnen ons helpen om de dienst beter te maken. Dus de ouderen en de kinderen, die geven heel veel feedback en die dienst wordt dus alleen maar beter. Toen het eenmaal ging lopen, werd het steeds leuker. Vooral omdat toen ook meer kleinkinderen gingen begrijpen wat ze moesten doen en hoe ze het moesten doen. En dat met hun mobieltje heel makkelijk was om gauw een foto door te sturen, want je krijgt een code en als je die intoetst in je toestelletje, druk je op een knopje en dan stuurt het automatisch door. Dus dat was heel makkelijk. Mijn kleinzoon was met mijn 90ste verjaardag in Australië en heeft vanuit Australië verschillende foto's gestuurd. Toen zijn we er zelf ook geweest, dus er was veel herkenbaars in, wat voor mij ook wel weer leuk was. Nou, dat ik er toch bij was. Ik kon toch meegenieten van alles wat er gebeurde, zonder dat ik de rompslomp en de herrie en de drukte eromheen had. Wij werken graag aan dit project mee, omdat het aansluit bij de filosofie van Bartlemeus Gasthuis. En dat is het welzijn van onze cliënten verhogen. Dat doen we op een aantal manieren. En het lijstje is daar een grote katalysator voor. Dat is interactie met de familie verhogen. Ouders, senioren langer zelfstandig laten wonen. En ook de binnenstadbewoners, de senioren binnenstadbewoners, betrekken bij de activiteiten van het huis in de wijk van Bartlemeus Gasthuis. We hebben aan de ene kant natuurlijk foto's en berichten die worden gedeeld door de familie met de ouderen. Aan de andere kant hebben we ook onze eigen activiteiten die wij kunnen delen op het lijstje. Een foto, nee, dat is een fotootje. Ik hoor het vogeltje zingen. Hé, wat leuk, ze zit op de camping, wat gezellig.